Dit moet het hoogtepunt van het aspergemenu worden. Slivarvarken, groene asperges, een crème van bloemkool en pomme fondant. Smakelijk. Ik wil nu van mij niet echt een klootzak zijn, maar ik vind dan wel asperges in de hoofdrol. Dan moet je in het hoofdrecht op zijn minst een hele witte geven. Hè. Je luistert mee, Dries. Ja. Maar dat is waar, hè? Ja. Om het wat meer kleur te geven. Nee. We spreken over het witte goud. Ja. Limburgse witte asperge. Dan zorg je ervoor dat die witte echt in de pièce helemaal tot uiting komt. Je werkt naar een hoogtepunt. Dus maar in hoofdgerecht vind ik wel dat de witte goud... dat moet schijnen. En zeker als ik voor 40 euro voor dit moet betalen? Dat kan je gewoon niet maken. Maar de groene asperges, dat is eigenlijk... weet je het verschil? Ja, natuurlijk weet ik het verschil, maar... maar... het is eigenlijk dezelfde asperge. Ja, dat snap ik, maar... Allee, en de asperge, het groene asperges worden niet afgedekt en de witte asperges worden wel afgedekt. Hij probeert het verdorie wel goed en hij probeert altijd zo uit zijn nek te kletsen als hij iets doet. Maar... Allee, kom aan. Ik moet stoppen met de boekjes lezen. Alsjeblieft, proef het zelf. Ga met je chef in de keuken, discussieer over je gerechten. Pluis het uit, zet het op punt. Maar kom niet met zo'n zeven aan, hè. Ja, waarom zouden mensen al die moeite doen om een asperge uit het licht te houden, om die wit te houden? Dat is niet alleen voor de kleur, ze geloof mij. Ja. Maar allee, goed, kom, we eens proeven. Ja, precies. Maar was wel geserveerd met een schitterende crème van gebakken bloemkool. Schitterend. VTM. Je beleeft het hier.